En vandaag verder in het nieuws. Groot in het AD deze ochtend. Zorgondernemers rijk door misbruik en trucs. Het gaat eigenlijk over malafide zorgondernemers die nog steeds bezig zijn en steeds beter worden in het verhullen en incasseren van bedrijfswinsten. Er staat hier bijvoorbeeld een voorbeeld in van een zorgdirecteur die behalve een riantsalaris via een andere BV ook nog huur ontvangt van zijn eigen zorgbedrijf. Ja, meneer Duisenberg, de Algemene Rekenkamer oordeelde al in 2022 dat hier echt iets aan moet gebeuren. Ja, we zijn 2 jaar verder en nou lezen we dit. Ja, dus dat is heel zorgelijk, zou je kunnen zeggen. Het gaat om heel veel zorggeld. Het gaat om goede zorg ontvangen. Dus het gaat om ziekenhuiszorg, GGZ, jeugdzorg. En we hebben in 2022 hebben wij inderdaad dit al onderzocht, zorgfraude. En toen al vastgesteld dat het om veel geld gaat, een lage pakkans en een heel slechte handhaving. En daar moet echt iets aan gebeuren. Dus we hebben daar ook gezegd, er moet veel meer samenwerking zijn tussen het ministerie van VWS en de Belastingdienst. Denk met name ook aan de FIOD, dus de inspectie als het gaat om fiscale zaken. Dus heeft het gevoel het is ernstig. Dat het kabinet inziet hoe ernstig het is? Ja, ik denk wel dat de huidige minister heeft zich hier ook wel over uitgesproken. Maar heeft nog geen oplossing hiervoor. Dus ik denk dat ze het ernstig vinden, maar nog te weinig oplossingen daarvoor hebben. Ja, want Gert, we hebben hetzelfde overgezet, het is breder ook. We hebben het ook gezien in coronatijd. Is er ook gebleken dat de inkopen zoals VWS die doet, dat daar veel bij mis was. En dan worden er dus ook voor tientallen, honderden miljoenen uitgegeven. Bijvoorbeeld aan mondkapjes die niet kloppen. Verband kun je wel leggen. Ik wil ook even naar uw buurman, Gert-Jan Segers. In de Rijksbegroting staat dat het ministerie het onverteerbaar vindt dat er wordt gegraaid uit de zorgpot. Maar ja, als je dit soort verhalen hoort, ja, dan kunnen we ons afvragen of dat daadwerkelijk tot iets gaat leiden of niet. Maar het begint wel met je persoonlijke moraal. Hè? Dus pakkans moet inderdaad hoger en boetes moeten hoger en controle moet beter. Maar het begint natuurlijk bij jezelf. Van waarom sta je 's ochtends op met het besef van ik wil rijk worden over de ruggen van mensen die zorg nodig hebben? Ja. Dus het begint natuurlijk altijd bij je persoonlijke moraal. En dat vind ik echt schandalig dat mensen op die manier met zorg bezig zijn. Nou, dan gaan we dus over wat leukers hebben. Want we zetten even een schilderij voor jullie voor. Denk een bekend schilderij voor velen.